Wat ik kan vertellen, is dat we hem een tijdje geleden op het spoor zijn gekomen. Een familielid van de Schilder, Ahmed Kluijtje woonde in Wiegen. En via een bevriende predikant die hier gewerkt heeft, zijn we in contact gekomen met de Schilder. Het thema is hoe wij het gezien hebben nu migratie, dus de oneindige vluchtelingenstromen. Waar komen de mensen terecht? Wat laten ze allemaal achter? Want vluchten doe je natuurlijk niet zomaar. Veel van zijn schilderijen zijn wel somber van toon. Maar hij schetst natuurlijk ook zijn leven, wat hij achterliet in Syrië. Daar is het leven somber, grijs en grauw. Geen uitzicht op toekomst, huizen die gebombardeerd zijn. Maar vaak staat er wel op de voorgrond een kind of een mensfiguur in vrolijke kleding, van als herinnering van hoe het was en hoe het hopelijk weer wordt. En zijn vrouw heeft dus op haar reis, nu met de gezinshereniging, de schilderijen meegenomen. Hij had dus wel werk hier in Nederland en ook had hij al wat meegenomen. Maar de schilderijen die zijn vrouw heeft meegenomen, die had ze gewoon op een rol liggen in de kamer. En die waren dus vanuit Libanon, waar zij verbleef voordat ze weg mocht, lagen die gewoon ergens opgeslagen. En op haar reis naar Nederland heeft ze die gewoon in noppenfolie gerold en zo onder de arm meegenomen. Dat was voor ons aanleiding om het ook op die manier tentoon te stellen. We wilden laten zien. Ze hebben ook een, een reis gemaakt, die schilderijen. Daar zit een verhaal achter. Dus ze hangen in de ruimte van de schakel, hangen ze ongespannen op de muur. En dat geeft wel een extra dimensie, vinden we zelf.